aan tafel. Ik ben Astrid de Groot, welkom bij Til aan tafel, waarin muziek centraal staat. Til aan tafel. Aan tafel de dames van Jazzy Til. Ja. Simone de Boer. Ja. En jouw naam is? Monique Schoot. Okay. En wat doen jullie bij Jazzy Til? Stel het even voor wat jullie doen. Nou ja, ik hou me vooral bezig met de programmering en met de productie in de Agnitof, de Nacht van Jazzy Til en de publiciteit en allerhande dingen die er dan nog tussendoor fietsen en wandelen. Dus best wel veel. Ja, en ik probeer een beetje te ondersteunen, ook voornamelijk de productie en de organisatie. Ja, want er is heel veel te organiseren, want jullie zijn met een groter bestuur, neem ik aan. Ja, er zitten nog 3 mensen in het bestuur. Penningmeester, nog Tenita Mate die zich bezighoudt met de programmering van Jazzy Til in de stad, zeg maar. Dus in alle kroegen. En een beetje zakelijk iemand, Bart van Elshout, die dan zeg maar zorgt dat de contracten allemaal goed zijn. En dat er niet dingen zitten waar we niet aan kunnen voldoen of zo, dat we niet achteraf... Ja, want het is niet even één avondje jazz organiseren. Jullie doen veel meer als dat. Het is een veel groter. Ja, het is wat breder uitgezet. Hè. We hebben natuurlijk de nachten van Jazzy Til. Maar het wordt wat breder uitgezet rond die datum. Dus eind oktober tot ergens derde week november. Proberen we ook nog wel in de stad Tiel nog wat andere dingen te organiseren. Ja, dus niet 1 week, maar zelfs 3 weken. Ja, eigenlijk de hele maand november. Hele maand november jazz. Ja, niet elke avond natuurlijk, een beetje veel. Nee. En waar vindt dat? Dat is dan in de stad ook? Ja, dat is dus voornamelijk in de horecagelegenheden, zeg maar, die mee willen doen. We hebben natuurlijk ook weer onze bije dier bereid gevonden om de eerste zaterdag van november jazz tennis op zijn carillon te spelen. Dus ook altijd heel erg leuk. Op zaterdag van 2 tot 3 speelt hij sowieso altijd, maar doet altijd in thema. Dus nu doet hij Jazzy Til spelen. Dus dat is wel heel leuk. Voor de rest de diverse horecagelegenheden kun je gewoon... We hebben straks alles op de website staan. We hebben een programmaboekje en dan kan je gewoon zien wat waar staat. We doen ook een samenwerking met Zinderpodium. Die heeft Michelle David en de Gospel Sessions. Een hele bekende Amerikaanse gospelzangeres. Die zeg maar een beetje in moderne gospel brengt. En dat is dus ook een hele leuke samenwerking. Dus die sluit zeg maar een beetje de maand af. Ja, dus een volle maand jazz in Tiel. Ja. Maar jullie zijn nu voor 12e jaar bezig. Ja, dit is de 12e editie. Ja. En hoe is het eigenlijk ontstaan, Jazzy Til? Wat is de geschiedenis daarachter? Wie bedacht opeens, we gaan jazz in Tiel organiseren? Dat is een verhaal wat 12 jaar geleden bij ons in de keukentafel is ontstaan met een aantal Tielse muzikanten. Er was al een soort jazzfestival, maar dat was behoorlijk traditionele jazz. Dus... Het was echt geënt op één soort muziek. En wij hadden zoiets van, het is veel breder, weet je wel. Jazz is gewoon echt een heel breed begrip. Dus we wilden eigenlijk voor alle doelgroepen, dus ook voor jongeren en dat soort mensen ook gewoon iets organiseren. Dus daarnaast hebben we dit gedaan. Uiteindelijk bestaat die andere festival niet meer. Er zijn weinig overgebleven. Maar aan de keukentafel ontstaan van, laten we iets doen. En dat is in 22 begonnen in een soort nachtclub idee. En dus uitgemond in wat we nu doen. En we zitten nu ondertussen al 5, 6 denk ik in de Agnitof. Eerst met een nachtclub. Maar uiteindelijk hadden we zoiets na 10 jaar van, wordt tijd voor iets anders. En toen zijn we de Nacht van Jazzy Til hebben we bedacht. En dat is een soort mini Noordzee. Dus je hebt de Schouwburg en op diverse locaties laten we bandjes optreden. Mensen kunnen lekker... door de Schouwburg heen wandelen. Je kan hapjes, drankjes bestellen. Dus iets meer vrijer, zeg maar, dan alleen maar aan het tafeltje zitten. En uiteindelijk was die nachtclub ook niet meer aan het tafeltje zitten aan het eind van de avond. Kon uiteindelijk iedereen ook gewoon... werd ook alles aan de kant gezet en was het gewoon een feest. Dus, maar het voordeel was ook dat we de nachtclub was beperkt qua aantal bezoekers. Omdat in die ruimte gewoon niet meer mensen kwijt konden. En dat, nu we dat in de Agnitof dus meerdere podia hebben, kunnen we ook wat meer mensen
kwijt. Dus dat is ook leuker, hè? Dus dat je, ja. Ja, je hebt ook makkelijker dat mensen zeggen van, nou, nu wil ik even kletsen met andere mensen die ik lang niet gezien heb. En in die nachtclub was het toch een soort van, nou ja, de ene helft kwam echt voor de muziek en de andere helft kwam echt om te socializen. En dat, ja, soms gaf dat een beetje discrepantie. En nu hebben we het gewoon zo gedaan dat mensen willen kunnen kletsen daar en daar is de muziek. En je kan gewoon zelf kiezen wat je doet, weet je wel. Dus, dat, dus we hebben 12 jaar lang Jessie Tiel. Ja. En daar hebben wij een kleine impressie van. Is jazz. Ik zocht het maar eens op. Ik googelde het internet, de eerste hit voorop. En dat was Wikipedia en daar werd mij bekend. In principe is jazz de muziek van het moment. Muziek van het moment, wat is dat eigenlijk? Toen ik het ging googelen, werd het wat pijnlijk. De eerste hit die Google vertoonde was René Froger met This is the Moment. Natuurlijk, daar kan Google zelf ook niet veel aan helpen. Het is maar een computer die volkomen oversteld wordt met tonnen informatie aan datastreams en bytes. Ik snap het wel dat Google soms je vraag niet goed begrijpt. Want René Froger, het is een aardige gozer. Hij is ook vast heel lief voor zijn opa en oma, voor minder bedeelden en woonwagenbewoners. Maar dat is niet waar jazz om gaat. Jazz gaat om de noodzaak. De noten spelen die je moet. Hij staat niet op papier, maar desondanks toch voelt hij goed. Jazz gaat om het ritme en het wisselen daarvan. Drummers in een maat die er eigenlijk niet kan. Jazz is een bevlieging van een ongekend talent. Misschien dat dat bedoeld werd met muziek van het moment. De oude trouwe meester van de jazz, die zei het zo. Man, if you have to ask what jazz is, you'll never know. Everybody happy? Come on, clap your hands, everybody, come on. For the eerste CD, Slipping is at you. Dit is wat called People, People. Wow! Come on! Jessie Tiel is één groot feest. Ja, het is wel leuk om weer even terug te zien, al die beelden van afgelopen jaren. Ja, en ook leuk om de verhalen te horen. Achteraf de mensen zo ontzettend enthousiast waren. En, Ja, dat is natuurlijk ook altijd heerlijk, hè? Want daar doe je het uiteindelijk ook voor. Maar we gaan, nu naar dit jaar, want dit jaar wordt het heel spannend. Want er is een hele mooie artiest, een speciale artiest. Ja, dit jaar is wel heel bijzonder, tenminste, dat vind ik. Maar we hebben nu een grote act kunnen boeken, dat is Candy Dulfer, bekendste saxofonist van Nederland. En dat was eigenlijk, had ik daar niet meer op gerekend, want ik was er al eerder mee bezig geweest, een aantal jaren geleden. En steeds kon ze niet, want ze was in het buitenland en Japan of, ver weg in ieder geval. Dus... ja, en dit jaar had ik zoiets van, nou, het zal weer niks worden, maar ik gooi toch maar een engeltje uit, weet je. Je weet het niet. Ik had eigenlijk niet op gerekend dat ze met een antwoord terug zou komen van, ja, dat kan, 3 november. Dus toen was wel even schrikken. Want toen dacht ik, oh, en wat kost dat dan? Ja, nou... toen dacht ik, ja, als ik nou nee zeg, dan krijg ik ze natuurlijk helemaal nooit meer. Want dan denk ik zo, ja, die Jessie Tiel, die loopt wat te vragen, maar die doet toch niks. Ja. Dus dan denk ik, oh, ja, dan moet ik natuurlijk wel aan de gang. En wij allemaal bij elkaar komen. Ken niet heel veel kansen. Zullen we die doen of zullen we die niet doen? Ja, dan moeten we natuurlijk wel zorgen dat er wel geld binnenkomt. Dus toen zijn we heel hard op zoek gegaan naar sponsors. En ik kreeg uit onverwachte hoek allemaal hulp daarin. Dus die mensen wil ik dan wel bedanken, maar dat doe ik dan wel persoonlijk. Maar ze weten wel wie ik bedoel. En uiteindelijk konden we een go tegen zeggen. Dus dat was wel heel gaaf. Ja. En dat is, zij speelt op de zaterdagavond of de vrijdag? Nee, is op zaterdagavond 3 november in de Agnietof op de Nacht van Jessie Tiel. En dan speelt ze de hoofdact. Ja. En daar zitten nog acts voor. Kun je een paar namen noemen? Ja, we hebben bijvoorbeeld de Jazz Invaders. Dat is een band die we al een keertje eerder hebben gehad. Ja, de eerste keer. Op onze eerste... Ja.
Ja, dat is ook gewoon echt fantastisch. Want toen we het erover hadden van jazz en feest. Ja, ja, dat is zo leuk. Die moeten we er echt, echt bij hebben. Dat is gewoon lekkere nu jazz, met de lounge jazz. Een beetje lekker. Ja. Mm-hmm. Ja. Nou. En dat was mijn inbreng aan, het, aan de programmering. Want het ligt meer aan de, de kant van Simone. Maar mijn eigen ervaring is ook nog wel in de hal van de Agnietenhof. Die, die blazersgroepen. Zijn die er ook weer? Wat heb je in de hal van de Agnietenhof? Want overal is muziek op dat moment. Overal is muziek, ja. Nou ja, blazers vond ik een beetje lastig. Omdat we natuurlijk ook Kenny Dulfer hebben met nou ja, die een hoop geweld geblazen waarschijnlijk. Ja. Tenminste, zoals haar live acts zijn altijd heel erg energiek. Dus ik dacht, nou, dat is misschien niet handig. Dus ik heb nu voor andere dingen gekozen. Onder andere Bruut, die al eerder heeft gestaan, maar nu in combinatie met Stephen Morrison. En Stephen Morrison is weer bekend van de Voice of Holland. Dus een hele goede soulzanger. Mm-hmm. En die combinatie van die twee, dat is echt uniek. Dus, en zij zijn net begonnen met die combinatie optredens, dus dat is ook wel heel spannend. Mm-hmm. Maar ik vind dat ik hou wel van een beetje nieuwe spannende dingen. We beginnen. Ja, we hebben nog niet helemaal de timetable klaar, maar dat komt nog wel. We hebben nu ook nog Wild heet dat. Het is organ en drums, dus dat is Hammond orgel met een drummer. Maar het is ook heel erg energiek. Je zou zeggen van met twee instrumenten, wat kun je dan? Maar ja, en Hammond heeft zoveel aspecten. Dus, ja, dat zie je in veel meer stijlen meer terugkomen weer, hè, het Hammond orgel. Ja. Dus dat is voor liefhebbers echt ook uniek. Ja. Ja, nou ja, dan hebben we dus de jazz invaders die dan weer een beetje zorgen voor een beetje rust op de avond. Ja, en we zullen nog wel wat dingetjes erbij doen. Maar dat moeten mensen maar gewoon komen kijken. Dus nogmaals, we gaan herhalen wanneer het allemaal is. Wanneer kunnen de mensen naar Jazzy Teal? Nou, de nacht van Jazzy Teal is op 3 november, op zaterdag. Zijn er nog kaarten beschikbaar? Er zijn nog wel kaarten beschikbaar, maar ik heb wel het vermoeden dat we nu wel heel snel uitverkopen, omdat we Kenny Dulfer hebben. Dus ik zou mensen wel willen aanraden als je wil komen, als je erbij wil zijn. Deze unieke avond, dan moet je snel zijn. Ja, zeker. Dan een soort erbij zijn of er niet bij zijn. Ja, en die week daarvoor begint het dus al in de plaatselijke horeca. Ja, vanaf allerlei avonden. 28 oktober op zondagmiddag is de aftrap, zeg maar, bij de buurvrouw. En vanaf dan zal er elk weekend zullen de optredens zijn. Er is ook weer een Jazzy Teal pub quiz in de beurs. Dus. Maar dat is niet wat mensen altijd denken van, oh, dat gaat alleen maar over jazzmuziek. Want jazzy, we hebben het niet voor niks Jazzy Teal genoemd. Hè? Dus alles wat er omheen hangt, soul, funk, jazz, R&B, alles wat er een beetje, de crossovers en alles wat ermee te maken heeft. Dus ga je vooral opgeven ook voor die pubquiz, want het is gewoon hartstikke leuk en hartstikke gezellig. En je kan ermee kaarten mee winnen voor de avond van de nacht van Jazzy Teal. Dus dat is ook wel. Dus als je de kaarten misvalt, dan kun je nog proberen. Ja, als je je bent te laat, dan kan je alsnog proberen even te winnen. Even een pubquiz meedoen. En wat ook leuk is, de locatie waar we nu zitten, Erik en haar doet nu ook voor het eerst mee met Jazzy Teal op de Koopzondag. Koopzondag is 4 november en daar staat Berry van Buren, bekende Tielse muzikant. Met zijn friends, Bear and Friends. Dus het is ook wel heel leuk dat er gewoon een nieuwe horeca aansluit, zeg maar. Ja. Waar kunnen mensen dat vinden? Op welke website? Website is www.jazzyteal.nl. En binnenkort krijgen we de programmaboekjes. En die zullen dan overal verspreid liggen. Bij de horecagelegenheden zullen we zelf ook natuurlijk PR maken, neem ik aan. Ja, dat zou ik wel doen als ik hun was. Ja. Als de mensen alles volgen, dan kunnen ze het overal vinden. Ja, social media, Facebook, Twitter, alles komt vol te staan. Dus, Het klinkt weer goed. Ja, we gaan er allemaal van genieten. Ja, we hebben er zin in. Hartelijk bedankt voor jullie komst. Ja, nou, bedankt. Dank je wel. En succes. Ja, dank je wel. Dit was Stiel aan tafel. Volgende week zijn we er weer. Tot dan!